Want de grote bezetting heeft op dit moment 11 mensen op het podium. En we noemen het de Ultimate Rock'n'Roll Show. Dus ja, ze kunnen zich wel voorstellen wat het ongeveer betekent. Wat wij doen live is een hoop actie, zou ik zeggen. Angela die speelt heel goed rock'n'roll piano. Ook gitaar trouwens, een saxofoon. Maar ja, ik neem hoofdzakelijk de gitaar voor mijn rekening. Ik hou ervan om lekker te knallen, echt rock'n'roll werk. En er zitten ook nog Elvis elementen in. Want dat is iets wat er ja, bij mij sowieso in zit. Ik bedoel, daar hoef ik niet echt moeite voor te doen. En dat vind ik leuk om te doen. De mensen willen het horen. En we willen toch een stuk muziek maken voor het publiek natuurlijk. Ik denk dat voor mij persoonlijk is het natuurlijk een stuk van mijn muzikale opvoeding geweest. En zal dat ook wel niet meer echt weggaan. Ik heb natuurlijk in het verleden ben ik bekend geworden met de stijl en de muziek van Elvis. En ik word daarom ook nog vaker gevraagd om bij grote happenings zeg maar, van de partij te zijn. Dat vind ik hartstikke leuk. In dit geval was het samen met Angela en dat wij samen bezig zijn.